Hoi, mijn naam is Henry de Weert en ik ben high-end coach. Tevens ben ik meer dan 25 jaar coach en ontwikkelaar van de allereerste high-end coachopleiding van Nederland. Dat is een opleiding voor ervaren coaches, therapeuten en personal trainers die de ambitie hebben om ambitieuze professionals, ondernemers en high performers te coachen. Tijdens deze opleiding leer je over typische high-end coach thema's. Bovendien leer je de unieke Izumo high-end coach methode te meesteren. In deze video bespreek ik de typische high-end coach thema's, meestering en meesterwerken. Een cliënt van mij had volgens haar eigen zeggen alles bereikt wat ze had willen bereiken. Te weten een goedlopend bedrijf, een fijn gezin, gezond zijn, financieel onafhankelijk, een mooie auto en een mooi huis. Bovendien werkte zij het laatste jaar wekelijks maar 10 uur aan het bedrijf en niet meer in het bedrijf. En dus liep het bedrijf zonder haar ook goed. Ze nam met mij contact op met de vraag, what's next? Oftewel, ze was op zoek naar inspiratie, naar iets nieuws, naar een bijzondere leerzame ervaring om te ontdekken wat er nog meer is te halen uit het leven. Ik heb haar toen het high-end coach traject Meestering en Meesterwerken gepresenteerd. Dit is een traject voor die mensen die ver zijn gekomen in het leven, die weten wat high performance is en die zichzelf mogelijk vervelen of een nieuwe zin van bestaan zoeken of uitgedaagd willen worden of willen worden verrast. Op maat van hun wensen wordt een belevenisvol en betekenisvol avontuurlijk concept gemaakt met nieuwe invalshoeken en nieuwe uitdagingen. De doelstelling is dat zij het avontuur aangaan en meesteren en daarmee een meesterwerk maken waar ze echt trots op zijn. Jarenlang kunnen zij dan teren op deze bijzondere ervaring die als inspiratiebron kan dienen voor nieuwe stappen in het leven. Mijn cliënt ging een uitgebreid intakeproces in en ik stel daar onder andere de volgende vragen. Ben je alleen of samen het sterkst? Haar antwoord: samen met mijn man. Heb je het minst met natuur, kunst, geschiedenis of sport? Haar antwoord: sport. Met welk woord ben je het minst bekend? Eindeloosheid, verwondering of verdwaling? Haar antwoord: verdwaling. Welke 3 gevoelens zou je willen ervaren? Haar antwoord: trots, kick en geen controle. Op basis van onder andere deze antwoorden hebben we toen samen invulling gegeven aan een 3-daags avontuur, oftewel haar meesterwerk, waarbij zij met een buddy als partner op afstand de eventuele steun zou krijgen indien echt noodzakelijk. Zij stond ervoor open om die elementen aan te gaan waarbij ze zich het minst sterk voelde, te weten alleen, sport, verdwaling en geen controle. Haar 3-daags avontuur zag er als volgt uit. Mobiele telefoon en internet mochten alleen worden gebruikt bij nood. Met een landkaart ging zij op pad. En ze moest erop vertrouwen dat alles goed was geregeld. Het doel was onder andere alles alleen beleven zonder bekend persoon in haar omgeving. De eerste dag start zij zeer vroeg met een deel van de wandeling van het Noord-Hollandpad van Julianendorp naar Den Helder van 15 kilometer met vele mooie meters over het strand met uitzicht over de zee. Ze neemt eten en drinken mee voor onderweg. En dan neemt ze de boot naar Texel. Daar neemt ze een fiets en ze fietst daarmee naar Parencentrum Texel. Ze rust eruit en ze bereidt zich voor op een tennissprong met een ervaren parachutist. Vervolgens komt ze bij van de adrenalinekick en fietsen naar het hotel vlakbij paal 17. Daar neemt ze rust, ze eet goed en ze gaat vroeg slapen. En dan vervolgt ze met de dag 2. Ze start de dag zeer vroeg, ontbijt goed in het hotel en wandelt naar zee, waar ze met een coach een koude zeeduik wordt genomen, om daarna in de ochtend vervolgens te gaan blowkarten. En daarna lunchen bij een nabijgelegen strand met uitzicht op zee. Na de lunch maakt ze een wandeling en bereidt zich voor een kitesurfles. En na de kitesurfles komt ze bij een barbecue op het strand om vervolgens terug te wandelen naar het hotel waar ze vroeg het bed in gaat. Op de 3e dag start ze haar dag zeer vroeg met ontbijt in het hotel en met een wandeling van 20 kilometer, waarna ze terugkomt in het hotel een uur voor de lunch, waarbij ze tot haar verbazing een klein zaaltje wordt ingeleid. Daar zit haar gezin, haar buddy, haar beste vrienden, tot haar grote verrassing. En tot haar verrassing staat er een beamer met PowerPoint presentatie klaar met de foto's van de plekken waar ze is geweest. Ze vertelt moe en voldaan over haar verhaal. En ze is trots ten overstaande van de mensen die ze lief heeft. En ze wordt ook nog geïnterviewd. Er volgt een gezamenlijke lunch en daarna reizen met haar gezin mee naar huis. Een week later ontvangt ze een mooi ingelijste collage van foto's van haar avonturen en een video van haar presentatie met mooie persoonlijke boodschappen van iedereen die erbij was. En op die video treft ze ook nog eens tot slot haar eigen verhaal opgetekend tijdens haar interview, waarbij ze spreekt over haar uitgangspunten, haar doel en de onderliggende vragen betreffende dit coach traject en haar meesterwerk.
Ze geeft antwoord op de vraag of ze het avontuur heeft gemeesterd. Met oog voor de uitgangspunten alleen, sport, eindeloosheid en geen controle. En tot slot vertelt ze wat ze gaat doen met deze unieke ervaring. Kortom, meestering en meesterwerk is een bijzonder onderdeel van de high-end coach methode, waar durf voor nodig is. En een high-end coach kan je hiermee helpen. Ben je een ervaren coach, therapeut of personal trainer? Heb je interesse in de high-end coachopleiding? Ga dan naar de website van iZoomen of zend mij een persoonlijk bericht via WhatsApp. Voel je welkom en dank voor jouw tijd.